beste VVV-supporters en iedereen die deze fantastische club een warm hart toedraagt. Ik kwam in 2014 als een echte Hagenees naar Venlo. Onbekend terrein voor mij, maar het bouwen aan een stabiel team kon beginnen. De doelstelling was helder. Ik moest en zou met VVV promoveren naar de Eredivisie. Dit was het begin van een vast en hecht team wat voor elkaar door het vuur ging, zowel spelers als staf. Het seizoen 2015-2016 was voor mij het meest teleurstellende seizoen. Een seizoen met de meeste doelpunten voor en de minste tegen. Echter een tweede plek op de ranglijst. Wolters die gaat scoren en het is gedaan voor VVV. We verloren de play-offs en hadden uiteindelijk helemaal niets. In het seizoen daarna moest het dan gebeuren. De wedstrijd tegen RKC staat mij nog glashelder op het netvlies. Leemans! Oh, wat een geweldige goal! Na het fluitsignaal van de scheidsrechter barstte het feest los. Dit is het absolute hoogtepunt in mijn carrière tot nu toe. Samen met Stan, de staf en de spelersgroep besloten we vervolgens om bij elkaar te blijven. En als een hecht team voor de handhaving in de Eredivisie te strijden. Ik ben dan ook trots dat we dit in het eerste seizoen hebben klaargespeeld. Het afgelopen seizoen besloten wij ook om met z'n allen bij elkaar te blijven. En verder aan een team te bouwen en wederom voor handhaving in de Eredivisie te zorgen. Ik had het nooit durven dromen. Maar met de 12e plek en 41 punten is dit een geweldig seizoen gebleven. Maar zoals aan heel veel dingen komt dan dit ook een hele mooie sprookje ten eind. Na bijna 5 jaar bij deze prachtige club is het voor mij tijd voor een nieuwe stap. Met pijn in mijn hart maak ik bekend dat ik VVV ga verlaten. Ik wil iedereen binnen deze fantastische club en natuurlijk alle fans hartelijk bedanken voor deze geweldige periode in mijn leven. Deze club en deze stad zitten voor altijd in mijn hart. Ik zeg als ras echte Hagenees dan ook met trots dat in mij toch ook een echte Venlonaar schuilt en ik hoop ooit nog terug te keren. Ongelooflijk bedankt voor de 5 schitterende jaren en heel veel succes in de toekomst.